Hoi allemaal, ik ben Julia. Wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Het is een beetje een gekke locatie, waarschijnlijk hoor je ook een beetje galm. Maar ik wilde een maskertje op gaan doen en ik dacht ik ga eventjes met jullie bijkletsen over de afgelopen weken, de afgelopen maanden misschien wel. Want ik heb ook echt een lange tijd niet gevlogd, een lange tijd niks online gegooid. Er zijn een paar dingen veranderd in mijn leven, dus terwijl ik een maskertje op ga doen, het lekker ga laten opdrogen, ga ik dat gewoon even met jullie bespreken. Laat ik even het maskertje erbij pakken. Ik doe, dit is trouwens geen sponsoring, een L'Oréal masker op. Pure klei staat erop. Pure clay. En ik moet even kijken, het moet niet in mijn haar komen. En niet op dit sweater, want het is niet mijn sweater. En dan doe ik het gewoon met deze kwast. Dat is een kwast van Action op mijn gezicht. Deze is een beetje een soort van dupe van de Glam Glow. Super mud. En ja, super chill. Hij werkt wel iets minder goed. Het is ook een dupe, dus ik bedoel, dan werkt het niet echt wel goed. Maar ja, ik vind het een beetje zonde om bij Glam Glow. Ik zit thuis even in het scherm te kijken, anders weet ik niet waar. Hoe ik het opsmeer. Die Glam Glow van. Die super mud van Glam Glow is echt €50 voor minder dan dit. En dat vind ik gewoon zonde. En deze was €10 volgens mij. Dus dat valt dan ook nog wel weer mee. Oké. Even een update dus over alles. Ik doe dus mee met The Voice. En ik mag je niet vertellen of ik door de battles heen ben gekomen. Maar als het goed is, hebben jullie gezien dat ik door mijn Blind Audition heen ben gekomen. Ik had 4 stoelen en Anouk draaide als eerste. Ik probeer naar jullie te kijken hoor, maar... Anouk draaide als eerste, wat echt bizar was. En het grappige was dat toen ik, toen zij net omdraaide, toen dacht ik, hé, heb ik kort haar. Dus ik denk echt aan een soort van dingen waar je niet aan moet denken als je bij de rush aan het doen bent. Van die niet relevante dingen. Wat jullie misschien ook is opgevallen is dat ik sinds kort een vriend heb. Ja, superleuk. En... Nee, mijn batterij zegt dat hij bijna leeg is. Of ik ga hem even kuren, dat kan wel. Maar ja, ik heb sinds kort een vriend. En het is allemaal leuk. Vind ik. Hij komt misschien wel in vlogs, maar ik ga denk ik geen speciale boyfriend video's met hem maken of zo. Want ik bedoel, dit is mijn ding. En hij heeft ook zoiets van, ik vind het allemaal wel leuk wat je doet, maar... we gaan hem niet verstoppen in de vlogs, maar echt een video maken en een soort van uitbuiten dat wij een relatie hebben. Dat vinden we ook weer misschien te ver gaan. Maar ja, het is een hele leuke jongen. Heel knap ook. En we zijn heel gelukkig. Dus dat is wel leuk. Verder, want ik krijg heel erg vaak de vraag waarom doe je mee met The Voice. Want ik heb dus al Junior Songfestival gedaan. En ik krijg ook wel een soort van haatcomments van, oh, moet je nog meer aandacht? Maar ik heb echt nog veel meer wat ik kan leren en wat ik wil doen. En ik ben nog totaal niet waar ik wil zijn. Ik bedoel, ik ben echt niet op het punt dat ik denk, oh, dit is hoe ver ik wil gaan qua bekendheid. Nou, ik wil niet bekend zijn. Ik wil gewoon zingen en leven van zingen. En dat, ja, dan heb je bekendheid nodig. Dus dat is het gewoon. En het is gewoon weer even een nieuw stapje. Het is een grotere stap. Het is meer publiek, ouder publiek. Ja, kijk, Ogene heeft het ook gedaan. En ik wil niet zeggen dat ik net zo goed ben als Ogene. En dat ik ook ga winnen. Zeker niet. Ik bedoel, er zitten super veel goeie bij. Als je alleen al kijkt naar Kimberly en... waar weet ik alleen Kimberly? Ik bedoel, Kimberly, Chinchara... iedereen is gewoon goed. Silke is super goed. Ik vind Simon en David heel goed. Kelly Kokkelkoren ook top. Dus het is gewoon heel... Samantha van Steenwijk. Ik kan daar gewoon niet... Lara. Hier, ik noem er zoveel op. Ik kan er gewoon niet tegenop. Dus winnen weet ik echt niet of dat gaat lukken. Maar ik vind het... Ik bedoel, ik ben door de Blind Audition gekomen. Dat vind ik echt super cool. Dus dat is de reden waarom ik meedoe. Het is niet dat ik... een soort van aandacht tekort kom of zo. Het is gewoon, ik was er even een tijdje ook uit. Doordat ik wilde focussen op mijn HAVO. Ik wil mijn HAVO heel graag halen. En ja. Ik heb het idee dat het heel raar is dat ik met dit maskertje op een video opneem. Ik heb hem ook echt niet goed opgesmeerd, zie ik nu. Top, joh.
Maar ja, ik wilde gewoon even een updateje geven over mijn leven. Dus jongens, er gaan niet echt boyfriend video's komen. En ik hoop niet dat ik jullie daarmee teleurstel. Maar YouTube is mijn ding. En ik hoop dat jullie mij volgen omdat jullie mij leuk vinden. En niet in de hoop dat ik een vriendje krijg. Of dat ik daarmee video's mee ga maken. Want dat is gewoon mijn privéleven. Ja, dus ik ben heel blij. Ik ben heel gelukkig. Het gaat goed. Ik voel me goed. En ik ben weer bezig om te kijken. Oké, wat kan ik nog? Wat kan ik nog met YouTube verder doen? Hoe kan ik het uitbreiden? Mijn Instagram gaat heel goed. Ik heb 100.000 volgers bereikt. Dus dat vind ik echt super leuk. Dank jullie wel daarvoor. Het is niet dat ik soort van volgers heel belangrijk vind. Maar het is mijn werk. Dus het is eigenlijk ook wel weer wel belangrijk. Maar ik vind het gewoon super cool om een soort van die support te hebben. En ja, echt dank jullie wel. Want ik vind het zo cool. 100.000 mensen die gewoon op die follow knop hebben gedrukt. Omdat ze mij kennen, tof vinden, leuk vinden. Misschien vinden ze me niet leuk. Vinden ze het soort van... Nee, dan volg je me denk ik misschien niet. Nou, misschien ook wel. Dus ook bedankt voor de mensen die me niet leuk vinden en me gingen volgen. Nee, maar ik vind jullie support echt heel tof. En ik zit mogelijk om mijn eigen bloed te smeren. Maar ja, ik weet niet. Ik ben gewoon blij en ik ben gelukkig. En het gaat allemaal wel goed. Ik probeer een beetje een plekje te vinden. Omdat ik mijn tussenjaar heb, is dat nog wel wat lastiger, merk ik. Dus ik probeer ook alweer meer af te spreken met vriendinnen. Want die zie je niet meer standaard elke dag. Dus ja, het gaat goed. Ik vind het leuk. Dus ik heb verder misschien niet heel erg wat te vertellen eigenlijk. Ik vind het trouwens leuk als ik dan iets in mijn DM story zet van goh, hebben jullie nog ideeën, dat ik gelijk allemaal DM's krijg. Dat vind ik echt tof. Dat jullie ook input hebben in mijn video's. En ik wil de karaoke challenge gaan opnemen. Ik wil video's met andere mensen gaan opnemen. Dat ben ik nu ook even mee bezig. Ik heb al een paar mensen gehoord die zeggen, oh, zullen we samen een video opnemen of zo. Voor jouw kanaal, voor mijn kanaal. Dus dat is heel erg leuk. En ja, ik ben gewoon blij. Het gaat goed en het blijft goed gaan, dus ja, ik kan er verder niet meer zoveel over zeggen. Ik wilde gewoon even een update video maken en het masker blijft er nog wel eventjes op zitten. Ik denk dat ik zo meteen misschien, ik ga even naar het dorp, want ik wil eigenlijk een bullet journal maken, want dat vind ik gewoon leuk om lekker creatief bezig te zijn. Dus dat wil ik eigenlijk gaan doen, dus ik ben benieuwd of ik dat ga volhouden, want ik had Sabrina nog eventjes een appje gestuurd van, goh, hoe heet dat wat jij maakt? Dit is een bullet journal, wist ik niet. Ik wil een nieuwe camera kopen, dat heb ik ook even voor advies gevraagd. Maar ik zou tegen haar, ik zie mezelf dan echt heel fanatiek nu dat helemaal gaan maken. En dan als het zover is, dan gebruik ik hem niet ofzo. Dus ja, dat zie ik echt wel gebeuren. wat heb ik verder te vertellen? Nou, ik wil trouwens laten weten dat ik ook graag weer singles wil gaan uitbrengen de komende tijd. En dat ik ook weer naar Londen toe ga. Maar voor nu, The Voice. Ik vind het echt super leuk allemaal. En over een paar weken denk ik dat de battles op televisie komen. Dus daar heb ik ook heel erg veel zin in. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat allemaal op beeld is gebracht. En de bekendmaking ook en zo. En ja, ik vind het echt leuk. Sommige mensen zeiden trouwens, ja, ik weet nu al dat je door bent, want je zegt elke keer dat je... je hebt heel lang gezegd dat je bezig was met dingen. Maar met de Blind Auditions alleen al ben je echt best wel lang bezig. Omdat je zeg maar heel veel voorbereidingen hebt. En ik wist eigenlijk al in mei dat ik mee ging doen. En dan heb je vooraudities en dan duurt dat weer, zit dat weer heel lang verspreid. En de repetities en dingen met je management bespreken. Dus dat betekent helemaal niet dat ik echt al super ver ben. Het betekent gewoon dat ik er heel erg lang mee bezig was. En nu komt het allemaal op televisie. Oké, en toen viel mijn camera uit. Ik wil in ieder geval zeggen dat het nog niet betekent dat ik echt al super ver ben. Het komt nu gewoon op televisie. En blijf me lekker volgen. Volg me ook op Instagram. En eigenlijk was dit ook alles wat ik wilde vertellen. Dus mijn camera uit er precies op het goede moment mee op. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik ga gelijk mijn maskertje eraf halen. En ik zie jullie graag weer bij de volgende video.